ja, van het ene uiterste ook daar naar het andere uiterste zijn gegaan. Een sector die in de jaren 2000 ja, er toen wel zijn bril op had, eigenlijk zeker op het laatst risico's nauwelijks meer zag, zijn we nu naar een situatie waarin we die sector zelf heel erg risicoavers is. En dat wordt eigenlijk door het beleid versterkt. Het kan niet streng genoeg bijna. Achter iedere boom zien we een risico en geen kans. En dat helpt ons niet om uit de crisis te komen. Dus ook daar moeten we een balans zien te vinden. Dus aan de ene kant inderdaad natuurlijk die buffers versterken. Een bepaald gedrag wat excessief was uitbannen. Maar aan de andere kant, als we willen gaan groeien, en dat willen we natuurlijk, want dat is de beste manier om uit de crisis te komen, dan zul je moeten investeren, dan zul je moeten innoveren. En investeren en innoveren, en zeker als het over langere termijn investeringen gaat, kunnen niet gedaan worden zonder risico te nemen. En die risico's, die investeringen, die moeten worden gefinancierd. En dat moet gebeuren door de financiële sector en vooral ook door banken. Ja, en als banken geen risico's durven nemen, dan gaat het daar stuk lopen. Dus we moeten heel erg uitkijken dat we de balans daar goed hebben en niet doorschieten in het zoeken naar stabiliteit. Ook de bankaire en de financiële sector laten bijdragen aan groeiperspectief. Toen de crisis begon, denk ik, was er een heel groot bewustzijn dat we moesten leren van de fouten van de jaren 30. Toen is een veel te krap begrotingsbeleid en monetair beleid gevoerd. Dat is nu niet gebeurd. Er is fors gestimuleerd. Begrotingstekorten heeft men fors laten oplopen. Overheid schulden zijn fors opgelopen. Rentes zijn naar nul gebracht. Er is onconventioneel monetair beleid gevoerd. Er is heel veel geld in de economie gepompt. En aan de ene kant heeft dat geholpen. We zijn niet in een depressie terechtgekomen. Wel een diepe recessie. Men is eigenlijk maar 1 jaar geweest. En toen was dat voorbij, dus geen jaren 30 herhaling. Dus dat is het glas is half vol, maar het glas is ook half leeg. Omdat we na 4 jaar nog steeds niet weer terug naar normaal zijn, naar een redelijke groei, naar een redelijke stabiliteit. En de vraag waar we nu voor staan is, ja, wat nu? Moet je de dosis als het ware verdubbelen, doorgaan met stimuleren totdat de motor wel gaat aanslaan? Dat is eigenlijk de lijn die, zoals ik het zie, door een grote meerderheid van beleidsinstellingen, het Internationaal Monetair Fonds, de OESO, maar ook door een groot aantal overheden wordt gezien, waaronder niet de onbelangrijkste, zoals de Amerikaanse overheid. Die zitten op die lijn van ga door met stimuleren net zolang tot de motor aanslaat. Ik moet zeggen, ik heb daar wat bedenkingen tegen, omdat dat stimuleringsbeleid ook kosten met zich brengt. Als je even het monetaire en het begrotingsbeleid samenneemt, het leidt tot het minder goed werken van markten. Die worden als het ware uitgeschakeld. Het heeft geleid tot het uitstellen van aanpassingen, zowel in de reële economie als in de financiële sector. In de reële economie, omdat in wezen de crisis betekent dat in bepaalde sectoren van de economie, de bankaire sector, de financiële sector, maar ook in de bouw en alles wat daarmee samenhangt, ja, te veel mensen en middelen zijn samengetrokken. En ook te grote schulden zijn opgebouwd in bepaalde delen en ook in landen door de hele economie heen. Ja, die onevenwichtigheden die verdwijnen niet door te stimuleren, maar die worden in zekere zin daardoor verergerd. En ja, het risico is dat je weliswaar de economie een slaappil toedient, maar als die wakker wordt, dat het probleem groter dan ooit is en dat de uiteindelijke aanpassing toch moet komen. Ik ben geneigd daar toch langzamerhand een groot gewicht aan toe te kennen aan die tweede redenering. Wat je dan moet doen, is inderdaad proberen te combineren met elkaar. Aan de ene kant begroting op orde brengen, herstructureringen doorvoeren, zowel in de reële economie als in de financiële economie. En tegelijkertijd proberen in andere delen van de economie toch proberen groeiperspectief te bieden. Dus dat is een combinatie van aan de ene kant, noem het maar hakken en breken, aan de andere kant toch groeiperspectief bieden. Ik denk dat de ambitie die eigenlijk achter de eerste lijn zit, maar net zo lang doorgaan met stimuleren tot je er als het ware kosteloos uitkomt, dat we daar als bedrogen kunnen uitkomen. Dat het een illusie zal blijken te zijn dat je zulke grote onevenwichtigheden en zo'n grote crisis helemaal kunt oplossen door
door je eruit te stimuleren. Ik denk dat we moeten accepteren, ja, dat we een groot aantal jaren met magere groei gemiddeld genomen moeten rekenen.